Dank u wel. Een paar vraagjes, mevrouw. Als u 3500 mensen wil helpen die uit huis worden gezet en u rekent een achterstand van €2500 minimum per jaar, dan bij een vlugge berekening kom je aan €8,7 miljoen. Dus met een garantiefonds van €1,5 miljoen zal het alleszins ontoereikend zijn. Aan de andere kant vind ik het een goede zaak dat u enerzijds zorgt voor woonzekerheid voor de allerzwaksten en ook tegemoetkomt aan de mensen die een tweede of een derde woning verhuren aan de allerzwaksten. Want 39% van de mensen die een woning huren op de private huurmarkt hebben eigenlijk recht op een sociale woning. Maar daar is dus er te weinig rotatie in het huidige patrimonium. Dus uw tegemoetkoming aan de verhuurders en hun als een partnerbeschouwing ben ik een positieve zaak. Ik zou zeggen, u voert toch wel een beetje liberaal beleid uit. Dank u. Nu, collega's, nog een keer voor de duidelijkheid.